Even één aanvulling nog, Bart. Kijk, die agenda is er. Hè. Mensen hebben het vaak over wat voor vage agenda. Die agenda is niet vaag. Alles staat op papier en alles wordt in wet en regelgeving gegoten. Dus die agenda is er gewoon. Als mensen zeggen van: hè, stel dat mensen die hier voor de eerste keer naar dit kanaal luisteren, zou ik zeggen: ga eens Google op agenda 2030. Wat ik altijd heel vreemd vind. Ja, nou ja, goed, dan ga ik het toch zeggen. Ik begrijp niet dat, zeker ook als je kijkt naar het, het karakter van het opbouwen van een pensioen, dat doe je over. 20, 30, 40 jaar dat er niet één pensioenfonds is dat in goud investeert. Mm. Ik begrijp dat echt mm. niet. Veel mensen doen dat voor zichzelf dan wel daarnaast. Um, er is een tijd geweest waarin pensioenfondsen dat hel hebben geprobeerd. Ja, die werden teruggevloten door de mee. Nederlandse Bank. Welkom bij een nieuwe aflevering van Brans en Flipsen Blikken Terug. Waarin Ab Flipsen en ik zelf eh, iedere maand even terugblikken... op de, de meest bizarre gebeurtenissen van de maand ervoor... op het gebied van macro-economie, geopolitiek. Ja, en als er dan nog uh, iets uh, uh, is gebeurd met edelmetalen... dan kijken we daar natuurlijk ook even naar. Ab Flipsen, welkom. De derde aflevering waarvan je... De vorige aflevering zei van, nou, ik ben benieuwd of hij er gaat komen. We hebben het gehaald, Bart. We hebben het gehaald. Hij, uh, we zijn hem nu aan het opnemen. App, uh, hoe gaat het met je? Wat, uh, wat heb je de afgelopen maand allemaal mogen, mogen ervaren? Uh, nou ja, zakelijk heel veel. Uh, eigenlijk te druk. Veel interviews ook. Maar uh, ik ben ook druk met mijn, uh, met mijn claim in België. De afgelopen weken hebben we een zitting gehad in Brussel. Dus dat heeft veel energie gekost om het allemaal te coördineren. De boekpolers ben ik ook nog steeds erg druk mee. Ter voorbereiding voor de Algemene Ledenvergadering, die, uh, die vandaag is trouwens. Ja, dat zijn allemaal van die, van die onderwerpen waar je gewoon mee bezig bent. En ik ben natuurlijk ook druk samen met Pim van Rijswijk. met de voorbereiding van een masterclass voor ondernemers op, uit mijn hoofd, 29 september. mvo2023.nl. Dat is ook vrij nieuw voor ons om het zo groots op te zetten. Maar er is veel vraag vanuit de ondernemers. Dus dat vergt ook veel voorbereidingen. En privé ja, heb ik ook nog steeds een leven. Net zoals jij. Ja. En heb ik heerlijk genoten van een mooi pinksterweekend. Samen met mijn, uh, met mijn gezin en mijn kinderen. en Mijn kleinkinderen. Dat zijn hele belangrijke dingen in het leven. Absoluut. Moet je gewoon van blijven genieten. En ik ben recent zelfs nog een paar dagen gaan motorrijden. Met een stel Motorvrienden in Sauerland. Ook mooi weer. Een prachtige omgeving. Dus mijn maand was meer dan gevuld. Kijk. En jij, Bart? Ja, ja, nou, altijd, uh, ja, altijd leuk om te horen, sowieso, dat je uh, nou, ja, tijd maakt voor familie en ook vrienden. Dat is ontzettend belangrijk. Ik heb, uh, ik heb datzelfde namelijk gedaan. Ik ben uh, een paar weken geleden, een weekend, uh, naar Groningen geweest. Daar wonen een paar hele goede vrienden van me. En dan vind ik het altijd leuk om met die, uh, die maten uh, lekker uit eten te gaan. Natuurlijk even de kroeg in te duiken en dan uh, tot tot in bij je. de. Ja, dat hoort erbij. Tot in de vroege uurtjes over van alles en nog wat te, te spreken. Ja, ik, heb, uh, ik ben een paar keer weer uitgenodigd bij Blackbox. Dat is ook wel leuk. En ik heb voor het eerst mijn, mijn, uh, mijn opwachting uh, mogen maken bij Ongehoord Nederland. Vond ja. ik toch ook wel een spannend moment. Ik heb het gezien. Ja, nou ja, dus dat zijn, uh, dat zijn hele uh, leuke dingen om, uh, om mee te maken. Nou, wat altijd heel erg helpt, bij mij in ieder geval, Ab, is... Uh, als het weer weer een beetje beter wordt, ja, ja, dan merk je misschien ook dat ja. je nou geen twintig meer bent. Maar niet want helemaal. als dat, als die zon dan gaat schijnen, ja, dan word ik daar zo vrolijk van. Dan merk ik echt van, nou, misschien kom ik dat in de winter, kom ik dat een beetje tekort. Mm. En uh, ja, ik moet zeggen, er staat in Den Haag nog steeds een koude wind. Mm -hmm. Maar als je dan in de zon zit, dan is dat wel genieten. Dus, Zei er een tweet van jou voorbij komen dat je op het strand aan het wandelen was. Ja dat, dat ja, dat vind ik ook heerlijk. Dat vind ik ook heerlijk om over het strand te wandelen. Om even mijn hoofd leeg te maken. Ik bedoel... Uh, moet wereld, je af en toe ook uh, doen. Ja, de wereld staat niet stil. En uh, af en toe dan uh, moet je gewoon voor jezelf eventjes een moment van rust pakken. En als ik over het strand loop, wat ik heel graag doe. Dan merk ik, uh, dan kan ik alles ook een beetje in perspectief zetten. Dan kijk ik naar die zee en dan denk ik, ja... Uh eigenlijk eigenlijk valt het ook allemaal mee. ja we maken ons druk op <laughs> als herken als, herken ik dat natuurlijk inderdaad. wel inderdaad nou ja Excellent goed dan. inderdaad Omdat, uh, ja nou ja ab uh, we gaan maar direct uh, want wij hebben natuurlijk weer even aangekondigd naar iedereen dat uh, dat wij weer een opname zouden gaan uh, dat wij weer een, een video zouden opnemen uh, dus we hebben jullie gevraagd hebben jullie vragen? Nou ja, er zijn heel veel vragen. Ik denk dat een hoop vragen ook te maken hebben met een van de onderwerpen die we gaan bespreken vandaag. Uh, dus ja, niet, uh, niet uh, uh, onbelangrijk. En vandaar dat we daar ook wat meer vragen uit hebben gehaald. Maar we beginnen even met uh, een vraag van Nanda, de Good Old Witch. En die stelt de volgende vraag op. Vraag aan beiden. Denk je dat de aaneenschakeling van ogenschijnlijk domme besluiten van de centrale banken en overheden in de VS en Europa door incompetentie komen of door opzet met als doel de economische ineenstorting van het Westen op een manier die gunstig is voor de elite? Een ja, toch wel een hele spannende vraag ab. Wat, uh, wat met denk een, jij? Een hoog wapen hè? Ja, ja. ja. Nanda, dat is niet ja. erg hoor. <laughs> De meeste wapjes hebben toch gelijk gekregen de laatste periode. Maar ja, ik begrijp haar vraag. Ik zou er eigenlijk nog één ding aan toe willen voegen. Het gaat niet denk ik over incompetentie en ook niet over een bewuste opzet. Het is, allemaal, het is van alles iets, maar ik zou er ook nog eigenlijk iets bij willen vermelden: onmacht. De, 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 de wereldleiders, of de elite, hoe je het ook wil noemen, zowel politiek natuurlijk als de elite van de big pharma's en de big foods en de big techs, de big finance. Maar ook de politici, die nou met elkaar verweven zijn... die hebben ook te maken met een situatie dat ze het eigenlijk ook niet meer weten. Het is onmacht. Ja? En onmacht maken mensen vaak verkeerde keuzes. nemen verkeerde beslissingen. Dus een combinatie van. Het is niet één ding. Het is wel uh, totale chaos. Misschien ervaren we, dat, ervaren we dat niet altijd. Maar het is wel totale chaos in het systeem. Maatschappelijk, politiek en financieel. En eigenlijk nog, is de chaos nog groter dan vorig jaar. Ja. Vorig jaar hebben we best heel veel spektakel gehad. Omdat vooral iedereen in één keer wakker schrok. Maar onderliggend zijn de problemen nog veel groter dan een jaar geleden. Dat komt feitelijk op neer. Dus ja, ja Nanda, je hebt gelijk. Maar we hebben daar, ik heb daar vast niet een volwaardig antwoord voor. Het is een mix van factoren. Ja, nou ja daar, daar ben ik het mee eens. Ab. Nou, moet ik wel altijd. Want in, in goudkorts probeer ik altijd de tegenstelling iets, iets te vergroten. En je hebt natuurlijk gelijk. En een heel groot deel komt ook doordat we. Blijkbaar mensen op posities hebben gezet die helemaal geen idee hebben waar ze mee bezig zijn, en hetzelfde dus ook niet meer weten, en dus maar wat doen. Dus dan zou je kunnen zeggen dat is incompetentie. En tegelijkertijd, wat ik dan altijd heel erg frappant vind, en dan als ik me dan even op die centrale bankier richt, die eigenlijk structureel fout zit, denk ik: ja, ja hoe een blind paard kan op een bepaald moment zien, uh, dat het beleid niet mm -hmm. werkt. En, en toch ga je daar dan mee door. Dus dan moet het bijna wel zo zijn. dat je een alternatieve agenda hebt. En die alternatieve agenda daarvan, ja, dat ik bedoel, en dat kun je dan? Dat zeggen veel mensen natuurlijk gewoon in de mainstream. Die zeggen dan, ja, nou, als je dat denkt, dat dat zo is, dan ben je inderdaad, nou, noem eens wat, hmm. en wappie of uh, complotdenker. Complotdenker, noem het, noem het maar. En dan tegelijkertijd, dan moeten we twee jaar later moeten we constateren dat de mensen die zeiden: hé, hey, maar uh, ik zie daar een afgrond. Uh, volgens mij rijden we erop af. Uh, moeten we niet stoppen? Of moeten we niet even uh, eventjes de andere kant op rijden? En dan terwijl we over die afgrond duikelen... zeggen die mainstream die zeggen ineens. Oh, er bevindt hier zich ineens een afgrond. Terwijl iedereen die twee jaar eerder voor Wappie wakker was, was. Ja, die, die, die zegt van hé, hey, daar is een afgrond. We gaan erop af. Moeten we niet van koers veranderen? Oh, je bent een Wappie. Mm -hmm. um, dus ja, dan, dan denk ik dat het inderdaad een combinatie is. Maar dan sluit ik niet uit. Dan denk ik zelfs dat het bijna niet anders kan door gewoon een logische deductie. Dan dat er inderdaad een alternatieve agenda achter. Een heel aantal van die beleidsbesluiten zit. Ja, en dan kijk ik inderdaad, ik noem het dan dat het de monetaire autoriteit en de wetgever, die samen um, tot besluitvorming komen, waarbij in ieder geval een heel groot deel van de bevolking ja, achterblijft. Ja, zo, ik denk dat ik het gewoon zo moet mm -hmm. noemen: die blijven gewoon achter. Dus ja, en als je dan voor jezelf niets hebt georganiseerd, ja, dan blijf je echt achter. Mm -hmm. Want uh, ja, we weten dat we van die uh, dat we dat ravijn inrijden, dus bereid je er maar op voor. Um... Ja, even één aanvulling nog, Bart. Kijk, die agenda is er. Hè? Mensen hebben het vaak over wat voor vage agenda. Die agenda is niet vaag. Alles staat op papier en alles wordt in wet en regelgeving gegoten. Dus die agenda is er gewoon. Als mensen zeggen van. Hè, stel dat mensen die hier voor de eerste keer naar dit kanaal luisteren. zou ik zeggen. ga eens googlen op Agenda 2030. Dat is geen theorieverhaal. Dat is een praktijkverhaal. Dat wordt onderbouwd, wordt ondersteund. Ja? Ja. En we gaan. en we koersen af op Agenda 2030. En als je daar weet wat daar de agenda van is. Ja, dan weet je ook welke kant op gaat. En zo'n lagarde is onderdeel van deze agenda. Dat is niet de discussie. Daar zijn te veel bewijzen van. Dat geldt voor meer mensen. Um, dus ja, eens. Ja, nee, nou, en, en, en ik ook met jou. Nanda, ik hoop dat dat een, een goede reactie op je vraag was. Ja, dan een vraag van Bart van Hek. Mijn vraag zou zijn: kan Nederland in, zware, in een zware schuldencrisis raken nu de overheidsschuld en de rente oploopt, terwijl de EU. Meer afdraagt, vraagt en de euro nog steeds instabiel is. Nou ja, Bart. Uh, uh, ja, natuurlijk kan dat. Uh, als de, uh, de, de schuld van de Nederlandse, van, van ons, onze staatsschuld, die is op dit moment nog, nou ja, je zou kunnen zeggen, behapbaar. Nee. We hebben met, met elkaar afgesproken dat uh, we, we, we hadden bij het oprichten van de Europese Unie. Twee hele zware of hele harde regels. Je begrotingstekort mocht niet meer dan 3% zijn en je staatsschuld niet meer dan 60% van je bbp. Nou, allereerst in de afgelopen 22 jaar hebben we niet één jaar ons aan die twee regels gehouden. Dus ja, dat is eigenlijk al te bizar verwoorden. En het geeft ook wel aan dat. Als je kijkt naar die gezamenlijke valuta die we in de eurozone gebruiken, ja, dat die gedoemd is te mislukken. Als jij twee harde afspraken hebt, en we hadden heel veel meer afspraken, maar als jij twee harde afspraken hebt en 20, 22 jaar lang moet je constateren dat we ons er niet uh, collectief aan kunnen houden, ja, dan weet je dat, dat, dat we ook in de toekomst ons daar niet aan zullen gaan houden. En dan is een schuldencrisis, ja, die ligt eigenlijk altijd op de loer. En ja, dat... dat uh, nou, ik denk en die dat... risico's, het nemen alleen maar toe. En die ja, De risico's. schulden nemen niet af, de schulden nemen toe. En, schulden een, zijn en iedereen snapt teken. dat met een oplopende rente. Uh, en meer schulden betekent dat je gewoon meer gaat betalen. Steeds ja. meer gaat betalen. We hebben het niet over aflossen. We hebben het over alleen maar meer betalen over die schuld. Meer rente betalen over die schuld. Dus dat kan elk huishouden snappen. Dat ja. als de rente omhoog gaat en je schuld loopt ook op... en de rente loopt op, dan ga je uiteindelijk varen tegen die tegen die klip aan. En dat is, dat is het risico wat we nu lopen. Ja. Ja, en, en ook hier, Nederland in, in problemen. Ja, we gaan straks daar ook nog even over hebben, dit onderwerp. Ja, Nederland zit natuurlijk al een beetje in de problemen. Hè? We hebben al we hebben te maken met Q1... Hè, waarin we uiteindelijk al over een negatieve situatie praten. Ja. Duitsland zit al twee kwartalen in een recessie. En dan denk je, ja, Duitsland, we hebben met Duitsland te maken. Maar één ding, ik zeg het vaak, Duitsland is de grootste... Economie van Europa. En onze, grootste handelspartner. en onze grootste handelspartner. En als je dat combineert. En Duitsland gaat, zit nu voor twee kwartaal in een recessie. Ik heb afgelopen weekend nog met wat, wat mensen gesproken in Duitsland. Dan is daar een groot probleem aan het ontstaan. En dat raakt ons. Ja. Dus ja, mijn, vraag, mijn antwoord op de vraag van Bart is: helder, wij, komen, wij kunnen met gemak in de problemen komen. En zoals het nu eruit ziet, met de oplopende rentes, gaan we in de problemen komen. Ik zeg nooit wanneer, dat durf ik niet te zeggen, nee. maar we gaan. We gaan die kant op. Ja, nee, nou, absoluut eens. Um, we, we, het kan bijna niet anders dan dat we inderdaad in een in een. Vorm uh, van schuldencrisis terechtkomen waarbij ja, overheden, uh, ook monetaire autoriteiten, overigens bijna altijd kiezen voor de makkelijke uitweg. En, en dat is uh, op een bepaald moment die rente is weer naar beneden, uh, enorm veel valuta bijdrukken, met als consequentie dat die euro nog sneller in waarde af zal nemen. Ja, en dan, en dan kom je in situaties terecht waarbij je, nou, wat willen middelkoop dan superinflatie hmm. noemt. Je zou kunnen zeggen dat we daar al in zitten, um, maar dan laat. Dan, uh, ja, dan, dan Loopt het, dan gaat het heel snel ja. heel erg mis. Ja. Dus nou, Bart, ik hoop een, een reactie dat dit een reactie op je vraag is geweest. Ja, en dan gaan we naar een hele serie vragen die ook betrekking heeft op het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. En ik zie dat jij ook een, een krant hebt meegenomen. Ja. Uh, het gaat namelijk over die nieuwe pensioenwet. En ja,. Iedereen, of in ieder geval een heel aantal mensen die uh, naar, uh, naar ons kijken en ook hebben gereageerd op uh, het indienen van een vraag, die zijn er natuurlijk mee bezig, maken zich daar zorgen over en kennen ook jouw positie daarin. Mm -hmm. Of in ieder geval weten dat jij daarvoor aan het strijden bent. Dus, uh, ja, ik begin maar even met de eerste vraag van M. Jansen en die vraagt: wat kun je nog doen als je niet mee wilt naar het nieuwe pensioenstelsel? Kun je je de pensioenbetaling stoppen als de spelregels zijn veranderd. De pensioenfondsen beleggen alleen maar in klimaat. Moeten ze niet voor het hoogste rendement gaan? Ab. Ja, nou even heel kort. Alle, alle, alle antwoorden die ik geef behoeven natuurlijk bepaalde toelichting. Uh, uh, wat kun je doen als je niet mee wilt naar een nieuw pensioenstelsel? Heel kort antwoord kan bedenken: niets. Het is gewoon verplicht. Je moet verplicht doen meedoen met het pensioen binnen, binnen je onderneming waar je werkt. Die, die, dat zijn gewoon in beton gegoten wetten. Klaar, dus je moet meedoen. Um, dus er is, er is niks te willen. Je kan hooguit zeggen, luister eens, ik ga daar tegen in protest. Ik sluit me aan bij een claimorganisatie. Er worden op dit moment veel claims voorbereid... Uh, er worden heel veel procedures worden eigenlijk ook voorbereid. Dus ik denk, wat ook, hebben we hebben er ook voor, ernstig voor gewaarschuwd. voor het invoeren van die nieuwe wet. dat rechters ook aangaven. wij verwachten duizenden rechtszaken de komende jaren. Nou, die gaan komen. Maar of je daar de oorlog mee wint, is de vraag. Maar goed, je hebt wel, wel geprotesteerd. maar je kan er in wezen niet onderuit. premiebetaling stoppen. Kan je ook vergeten, het is geen reden om de premiebetaling te stoppen. Dus je moet gewoon doorgaan met een premie betalen. En voor mensen die denken: van ja, maar hoeveel betaal ik dan een premie? Heel simpel, je kan het vaak terugzien op je salarisstrook. Maar hou maar even deze, deze spelregel aan. Het is ongeveer 25% van je bruto salaris wat opgaat aan pensioen. Dat wordt deels betaald door je werkgever. Maar als die dat niet zou betalen, zou je salaris omhoog gaan. En jij betaalt ook daar een stukje aan mee. Dus als je dan straks 45 jaar hebt gewerkt, heb je 45 jaar lang 25% van je. Totaal verdiende salaris heb je uitgegeven aan pensioenpremies. Ja, dat is het verhaal. En pensioenfondsbelegging klimaat. Ja, dat is ook weer wat ik net al aangaf. Agenda 2030 wordt min of meer opgelegd door de overheid. Hè, door de door Nederlandse Bank. Eh, Ministerie van Financiën. Ministerie van Economische Zaken. Dat is een politieke agenda. Ja, en die wordt opgelegd aan die pensioenfondsen. En dat zie je ook in die besturen van die pensioenfondsen. Zie je ook steeds meer politici... Komen die uiteindelijk aan de linker, aan de groene kant zitten. Ja, en dan ga je dus naar die agenda toe, dan ga je naar die klimaatagenda toe. Ja, en dat gaat de kosten van het rendement. Dat hebben we met de ABP gezien de laatste jaren. We hebben ontzettend veel rendement verloren, om eigenlijk winst verloren voor hun deelnemers. Hè? En de deelnemers zijn iedereen die premie betaald, de werkenden ja. en de gepensioneerden... hebben gigantisch veel verloren, miljarden verloren per jaar... omdat ze goed te goed vasthouden aan die klimaatagenda. En als je dan alle fossiele industrie loslaat, ja, dan ga je dat geld kosten. Ja, dat is feitelijk heel kort mijn antwoord. Ja, ja. dus, uh, nou ja, goed. Uh, uh, M. Jansen, uh, ja, eronder komen is dus heel erg lastig. Of misschien zelfs wel onmogelijk... Ja, het enige wat je er dan wellicht nog aan kan doen, daar gaan we het zo nog even over hebben. Dus uh, blijven kijken. Uh, ja, dan de volgende vraag. En die gaat ook uh, over Erik, maar die is wel aan mij gericht. Uh, maar ik hoor wel nog heel even graag jou, jouw reflectie uh, straks op. Uh, Erik die vraagt: Dag Bart, wat uh, vragen jullie? Is het wellicht verstandiger dat ik of men. Als ZZP'er in dienst treedt in plaats van in loondienst. Dit in verband met het zelfstandig opbouwen van een pensioen. Uiteraard voortbordurend van de nieuwe pensioen. of op de nieuwe pensioenwet. Alvast bedankt en bedankt voor jullie inzet. Nou, allereerst, Erik, graag gedaan. Ik denk dat, uh, nou, als ik voor mezelf spreek. Uh, dat ik het in, met ontzettend veel plezier doe uh, hier zitten. en, uh, en hier uh, iedere dag mee bezig zijn. Ja, dan uh, met betrekking tot het in, uh, in, uh, in dienst gaan als ZZP'er. Wat je daarmee wint, is wel de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe je je pensioen opbouwt. Nou, er zijn volgens mij nu ook initiatieven, maar daar weet jij vast meer van app om ook ZZP'ers te dwingen om uh, zich in een bepaalde pensioenstramin, om hen in een pensioenstramin te dwingen. Uh, ja, totdat dat formeel en wettelijk geregeld is, kun je zelf bepalen uh, uh, hoe je je pensioen opbouwt. Waarin je investeert. Er zijn heel veel bedrijven die ook een pensioensparen aanbieden. Waarbij je dus in ieder geval de fiscale um, consequenties kunt uitstellen. Of de fiscale voordelen kunt genieten. Dus ja, ik, ja om, om nu te zeggen. Uh, neem ontslag van je baan. En, en treed, in dienst in, in, als, als, treed in dienst als ZZP'er. Ja, om, om, of je dat moet doen. Ja, daar, daar ga ik niks over zeggen. Wel heb je... Bij het opbouwen van je pensioen iets meer vrijheid. Ik denk dat dat objectief ja, uh, dat is goed ab. gesteld is, toch, Ab? Ja, absoluut. Als jij een bepaalde baan uh, aanvaardt, of je, je solliciteert en je wordt aangenomen. Ja, niet elk bedrijf heeft trouwens pensioenregeling, maar natuurlijk veel bedrijven wel. En Stak hebben ook heel veel pensioenregelingen in de bouw en in de zorg. Je bij een grote onderneming als Unilever, die hebben een eigen pensioenregeling. Dus ben je verplicht mee te doen. En het is waar. Op het moment dat je als, als ZZP'er start, dan ben je vrij. En dan heb je eigenlijk waar je hebt gewerkt, heb je een premievrij pensioen opgebouwd. Dat staat daar gewoon. Dat keert tct uit. Als je 68 bent of 69 tegen die tijd, misschien wel 70, zou me niet verbazen. Mm -hmm. Dus daar ga je verder niks mee. Uh, maar ja, je hebt wel meer vrijheid. Maar ik vind als je een keuze maakt in het leven, is het wel optellen en aftrekken. Ik bedoel, wat, wat zijn de voordelen. Uh, van, van het zelfstandig zijn ten opzichte van de looningsituatie. Dus je moet eigenlijk alles wel optellen en aftrekken Absoluut. en dan een keuze maken. Ja, en ik weet, als ZZP'er heb je natuurlijk de mogelijkheid om zelf je pensioen te sparen. Ik heb het volgens mij wel eens meer gezegd, ik weet niet of het hier was. Maar ik weet dat heel veel aanbieders bijna dagelijks bezig zijn met allerlei commercials... om je te verleiden of te motiveren om zelf pensioen te gaan sparen. En dat kan via een soort banksparen situatie, waarin je op een geblokkeerde rekening spaart... Daar ga ik nog iets over vertellen, want ik zie de buil weer hangen. Maar de boodschap is eigenlijk heel simpel. Je legt een bedrag opzij, de premie is aftrekbaar, fantastisch. Ja? En tegen die tijd dat jij gaat genieten van die periodieke uitkeringen, op basis van de huidige wetgeving betaal je daar minder belasting over. Dat is in grote lijnen correct. Maar niemand geeft je de garantie dat TCT, dus je bent nu 40 en je bent straks 68, dat je op je 68, 68 minder belasting gaat betalen. Ik ga er zelfs vanuit dat je meer belasting gaat betalen. Want het is gewoon een kwestie van terugkijken hoe de vissers altijd opgetreden ja. Hoe eigenlijk altijd de, de spelregels worden aangepast. En het zou me ook niet verbazen gezien het feit dat ons sociaal stelsel. Hij kan het af, men bouwt ons sociaal stelsel af. want het is niet het is onbetaalbaar aan het worden dat je misschien zelfs wel gestraft wordt. Misschien, zelfs op je AOW, dat klinkt heel ver vooruit omdat jij zelf iets hebt opgebouwd. Dus je hebt geen invloed meer op het bedrag. Wat er staat, je hebt erin gelegd. Je krijgt ook je belastingvoordeel, dat is de lokker. Ja, maar er is geen enkele garantie dat je tegen die tijd minder belasting betaalt, misschien zelfs meer. of moet gecompenseerd of je moet je AOW, zelf een stukje AOW inleveren. Dus ik vind het een hele riskante manier. En als een van die pensioenaanbieders zegt, luister eens... ik zet mijn handtekening eronder, maar dat zou nooit gebeuren. Dus mijn credo is altijd, zorg als je een keuze maakt dat je vrij blijft. Zelfs een deposit, iemand zegt, ik ga voor tien jaar een deposit aan. Hè. Je hebt geen vrijheid meer. Ja. En vrijheid is het hoogste goed, ook in de financiële keuze die je maakt. Ja. Dus let goed op wat je doet. En weeg alles goed af. Ja, nou ja eens. Um, wij hebben het daar inderdaad de vorige uitzending even oh ja. over gehad. Dat, dat je eigenlijk, zo'n overheid kan gewoon gedurende het spel de regels veranderen. Dat doen ze ook. En, en ze doen dat met regelmaat. Buitengewoon onbetrouwbaar gebleken. En dus moet je altijd heel erg scherp zijn. En, en zorgen dat je flexibel genoeg bent om bijvoorbeeld te kunnen zeggen. Ja, nu ben ik het niet meer mee eens. Ik ga weer wat anders doen. Mm. Ik probeer te ontsnappen aan, aan die, die regeldruk. En dat. Kan natuurlijk niet op het moment dat jij eh, 10, 20, 30, 40.000 euro hebt vastgezet mm -hmm. en dat dan onderhevig is aan, aan die veranderende uh, uh, spelregels. Ja. Dus uh, nou ja, ik denk een, een hele goede, goede reactie op. Uh, ik hoop uh, dat, uh, dat uh, Erik daar ook blij mee is. Uh, nou, dan de volgende vraag van Willy Brummel: waarom houden politici. Hun eigen pensioenpot en hoeven zij niet mee te doen met de nieuwe pensioenregeling. Wie heeft dat beslist? Ja, dat heeft niet zozeer iemand beslist, maar een aantal politici. Ik heb niet helemaal onderzocht, maar ik weet een aantal politici die hebben nog een, een bepaalde vorm van een pensioenregeling. En dat is wettelijk zo geregeld binnen deze pensioenregeling dat deze mensen niet over te hoeven te stappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat geldt niet voor alle politici, maar een aantal wel. Ja, en dat voelt natuurlijk onvoorstelbaar onrechtvaardig. op het moment dat jij als eerste of tweede Kamerlid. de keus maakt om. om voor de pensioenwet te stemmen. En dat doe je op met de, met de pet op. terwijl je weet dat. Jij, jouw eigen pensioenregeling die je hebt. niet onderhevig is aan die nieuwe wet. Dus je blijft genieten van de oude wet. met zijn voordelen. En je hebt niet de nadelen en de risico's. waar we straks over gaan hebben. in die nieuwe wet. Ja, dat is bijna onmogelijk. Ik zou bijna zeggen: deze mensen mogen niet mee stemmen. Zou ik zeggen. Maar goed, ja. daar ga ik niet over. Maar dat voelt wel heel onrechtvaardig. Maar het heeft te maken met een regeling waar ze rechten uit kunnen ontlenen. En die ontlenen zo. Als het nou echt helder zijn en ze zeggen... luister eens, wij gaan een of andere actie starten... dat we automatisch meedoen als solidariteit met die nieuwe pensioenwet. Dat doen ze alleen niet. Dat ja. Ja, is we... heel hypocriet. Ja, weet je waar mij dat een beetje aan doet denken? Ik volg op een afstand uh, maar toch wel een klein beetje de Amerikaanse politiek wel eens. En dan heb je het huis van afgevaardigden... En daarin, nou, je mag niet met, met, uh, um, uh, met voorkennis handelen, hmm. maar zij mogen dat wel. En wat je dan dus ziet gebeuren is: je ziet een uh, iemand die wordt, uh, die wordt gekozen voor het huis van afgevaardigden. Die hebben eigenlijk uh, niet veel kapitaal opgebouwd, uh, hebben misschien uh, zijn nog nooit ondernemer geweest en zijn dan 10, 20, 30 jaar zitten ze daar en dan. En dan zie je gewoon dat ze, de, hoewel het salaris voor iemand van het Huis van Afgevaardigd is 150.000 dollar per jaar, geloof ik, dan zijn ze na tien jaar zijn ze ineens 20, 30, 100 miljoen waard. En dan denk je, ja, maar ja, hoe kan dat dan? Mm -hmm. En wat blijkt, zij mogen wel. Handelen met voorkennis. En omdat er allemaal lobbyisten bij hen als eerste aankloppen, zie je heel vaak dat er aandelen worden gekocht door die, uh, door die leden van het Huis van Afgevaardigden. Het is echt, nou ja, goed. Ik, ik wil het daar niet helemaal mee vergelijken, maar het heeft wel een beetje hetzelfde. Um... Dubbel, Voelt heel dubbel. Ja, het voelt wel ja. dubbel hoor. Ja, ja. Nou ja, goed. En dan, uh, ja, dan de laatste vraag voor deze week. Uh, van uh, CS Chris. Als we nu toch allemaal een eigen pensioenpotje krijgen, zou het dan niet mooi zijn als men de keuze krijgt om dit potje in eigen beheer te hebben? Dan heb je in ieder geval zelf de keuze wat er met je zuurverdiende geld gebeurt. Hoe denken jullie daarover? Groetjes, Christian, een bezorgde burger. Ja, Christian, ik ben ook een bezorgde burger. Uh, alleen ik zit dan in de comfortabele positie dat ik uh, geen pensioen meer hoef op te bouwen, maar pensioen geniet. Maar voor mij geldt straks die nieuwe wet ook. Dus ik ga ook risico's lopen, maar goed, los daarvan. Maar je hebt, heel, je hebt 100% gelijk. Uh, ik, kijk, heel veel mensen hebben niks met beleggen. Dat snap ik heel goed. En die willen dat graag uitbesteden. Maar op het moment dat je dat wel wil, en het is jouw geld, het is ook jouw keus, dan zou het fantastisch zijn dat je je eigen potje kan gaan beleggen. Ja, met de meest, in de meest brede zin des woords. Maar dat past ook niet in de nieuwe wet. Dus de nieuwe wet geeft wel aan dat iedereen een eigen potje krijgt. Alleen het nadeel is, je hebt over het potje niets te vertellen. Je kan straks waarschijnlijk een bepaalde keuze maken uit wat risico en wat minder, risicant, minder uh, risicovolle vorm van beleggen en wat meer. Maar je hebt niet de keuze van, nou, ik ga zelf beleggen op mijn eigen manier. Dat is uitgesloten. Het blijft dus toch een collectief gebeuren, ondanks het individuele potje. Ja. Dus je hebt gelijk, alleen het gaat helaas niet gebeuren. Ja, Christian, als ik daar ook heel kort op uh, mag reageren. Het, um, het is, dank voor de vraag uiteraard. Maar het is, het is, wat ik altijd heel vreemd vind. Ja, nou ja, goed, dan ga ik het toch zeggen. Ik begrijp niet dat zeker ook als je kijkt naar het, het karakter van het opbouwen van een pensioen, dat doe je over 10, 20, 30, 40 jaar, dat er niet één pensioenfonds is. Dat in goud investeert. Mm. Ik begrijp dat echt mm. niet. Veel mensen doen dat voor zichzelf dan wel daarnaast. Um, er is een tijd geweest waarin pensioenfondsen dat hel hebben geprobeerd. Ja, die werden teruggevloten door de Nederlandse we. bank. Ja. En uh, nou ja, ik denk dat, uh, dat daar. Uh, nou, ik heb het er ook wel eens over in goudkoorts. Maar ja, ik, ik snap dat oprecht niet. Nou zie je wel dat er langzaam wat, wat bedrijven beginnen te kijken. van Nou, uh, dat heeft de laatste 20, 30, 40 jaar zo goed gepresteerd, moeten we dat niet ook doen. Maar en ik denk ook dat op het moment dat je zelf kan beschikken over in ieder geval dat bedrag, dat er veel meer mensen zouden zeggen van. Nou, kijk even voor mezelf, hoe iets heeft gepresteerd de afgelopen. 10, 20, 30 jaar. En dan vervolgens neem ik op, ba op basis daarvan zal ik een keuze uh, voor mezelf maken. Maar ja, dat is inderdaad, uh, ja, mm -hmm. je, je mag dat niet. Dus hoewel je er zelf voor betaalt, mag je niet bepalen wat ermee gebeurt. Ja, ja mm -hmm. dat uh, is uh, ja, niet vreemd. Want dat gebeurt natuurlijk met heel veel Absoluut. centen die, uh, die uh, wij wel moeten betalen, maar waarvan we ook niet mogen uh, meebeslissen wat er gebeurt. Goed, nou, het wel, het wel, nou even, ik zit net terwijl je aan het praat ben even te denken. Dat DNB zelf, dat weten we ook, zijn 612 ton goud super zuinig op zijn, ja, of is. Uh, dus je ziet dat DNB zelf zegt, luister, is die 612 ton goud die wij in Nederland hebben opgeslagen, of buiten Nederland hebben opgeslagen, maar die wel in beheer is van Nederland, in bezit is van Nederland, daar zijn we extreem zuinig op. Uh, en daar is DNB de laatste twee jaar ook heel helder over. Waarom? Uh, ook, ook in de, in de, in de media. Uh, en dan geef je niet de ruimte, de pensioenfondsen. Ja, om dat ook te doen, als een soort asset, een soort basis. Ik zeg altijd standaard: of je nu een particulier bent of ondernemer, zorg dat jouw basis van jouw vermogen, wat het ook is, bestaat uit goud. En ga naar goud of zilver, maar vooral goud, nadenken over andere assets. Maar de, het is een fundament. Het is ja. een fundament van je vermogen, vormt goud. En de ene zegt: ik stop er 10% in van mijn vermogen, ander 30%. Iedereen moet dat voor zich weten. Maar zonder goud heb je geen basis. Ja. Ja, nou ja, goed, ja, ik ben dat het er ik mee eens. Natuurlijk, dat is jouw taal, maar ik meen het oprecht. Ja, ja en, en die zaak, dat was overigens, ik geloof in 2006 of 2007, de Verenigde Glasfabrieken, mm. die werden toen teruggevloten ja, door DNB. Die hadden, ik, nou, ik meen, 6 of 7 procent van hun, uh, uh, van, van het, het, hun potje hadden ze in goud gestopt. En uh, ja, dat, dat moest terug worden gebracht naar minder dan 1 procent. Mm. Um, dus ja, dat is best wel een heftige zaak geweest toen, maar DNB heeft wel uiteindelijk uh, ze gelijk gekregen. En ja, sindsdien merk je ook dat pensioenfondsen het eigenlijk niet meer aandurven om te zeggen: wij gaan toch wat uh, van dat vermogen in goud investeren. Maar wie weet, uh, het, uh, ja, volgens mij staat er in ieder geval wettelijk gezien uh, die uh, pensioenfondsen niets in de weg. Dus wie weet gebeurt er nog. Goed, ja, Ab, dan gaan we naar uh, geflipt of geniaal. En jij hebt weer, uh, nou ja, eigenlijk uh, overkoepelend deze, deze uitzending. Uh, die gaat natuurlijk over die pensioenwet. Absoluut. En ook hier heb jij uh, uh, de, keuze laten, de keuze gemaakt voor, uh, voor datgene wat er om die pensioenwet heen ja, nou, draait. Ja, nou, geflipt uh, om die kreet uh, even invulling te geven. vind ik met name de Eerste Kamerleden en de Tweede Kamerleden. die dus voor de wet hebben gestemd. Uit mijn hoofd waren dat. 22 december vorig jaar, 93 Tweede Kamerleden van de 150. En ik dacht, 46 uh, Eerste Kamerleden op 30 mei. Hè, de laatste zitting van de oude, oude Eerste Kamer. Hebben ook voorgestemd. Ja, voor mij ben je dan geflipt. En zeker als je weet dat alle signalen op rood stonden. Uh, omtrent die wet. Ik bedoel, zelfs het wetenschappelijk bureau van PvdA en van... CDA. CDA, klopt, precies. Die twee hebben echt... Dringend geadviseerd om die nieuwe wet niet uh, te aanvaarden in de Eerste Kamer. En dan heb je ook nog te maken met het feit dat uh, drie dagen voordat de Eerste Kamer daar definitief een, een ei over legde, dat drie hoogleraars staatsrecht hebben geadviseerd. Doe het niet. Ga niet deze wet doorvoeren, want die veroorzaakt maximale chaos. En het maakt niet uit. Die keuze is gemaakt. Ik heb jaren geleden met een aantal belangrijke hoofdmethoden gesproken uit de pensioenwereld en ik ben al 33 maanden bezig met het pensioen te onderzoeken. En die gaven mij al aan één op één gesprekken, luister app, maakt niet uit wat er gebeurt. Het gaat sowieso door. Het gaat 100% door. Wat er ook gebeurt, het gaat door. Want die beslissing is al 14, 15 jaar geleden genomen door de sociale partners. Dus voor mij geflipt, die eerste en die tweede Kamerleden. En ook het kabinet. Uh, uh, dat moet ik ook wel zeggen, het kabinet die dit gewoon allemaal heeft voorgekookt. Met name onder Rutte is dit uh, tot stand gekomen. Ja, en dan praten we even over de partijen uh, CDA, VVD, ChristenUnie en D66. En dat zijn de vier boosdoeners van deze wet. Aangevuld, laten we ook duidelijk zijn, met uh, PvdA, GroenLinks... SGP en Volt, laten we die ook noemen. Want die hebben ook in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben ze, uh, uh, de, de, het kabinetsbeleid gesteund. Dus als je ooit een uh, Zwarte Piet wil toespelen aan iemand, dan zou ik zeggen: kijk naar die partijen. Je kan de popjes terugvinden op internet. en weet je ook wie het in persoon zijn. Dat ja. is voor mij geflipt. En onder andere ook Carola Schouten, die dat ook alles heeft gedaan om, om die wetten maar doorheen te krijgen. En je ziet ook bij haar: eigenlijk heb ze geen verstand van pensioen. En dat geldt eigenlijk voor al die mensen die hebben beslist. Nou ja, dan uh, de andere kant, geniaal. Dat, dat vind ik de dappere strijders. Die hebben gezegd, luister, deze wet moet je gewoon op deze manier niet invoeren. Ja, dus dat zijn al die Tweede Kamerleden en Eerste Kamerleden... die daar dwars zijn gaan liggen. Ja, en dan met name denk ik in de Tweede Kamer is dat... ik een paar namen wil noemen en ik vergeet misschien een paar namen... Pieter Omtzigt, uh, je hebt uh, Bart van Kent van SP... je hebt uh, Leon de Jong van de PVV... hebben zich echt keihard gemaakt in die Tweede Kamer... om waargumenteerd te zeggen, jongens, doe het niet... Uh, en dat geldt in de Eerste Kamer ook met een aantal mensen. Maar degene die echt de kop en schouder bovenuit steekt is uh, Martin Verrooy, uh, de, de 50-plus uh, Eerste Kamerlid. Uh, met zijn, volgens mij dik in de 70 is die. En die heeft nog de energie van de jonge kerel. Die heeft ook alles aan gedaan om die wet te, te voorkomen. Dus dat zijn voor mij, laten we zeggen, de, de genialen. Ja. ja, dat is eigenlijk de verdeling tussen uh, geflipt of geniaal. En dat zit alles, alles met, met de pensioenwet te maken. Ja. Nou, ja, dat heeft inderdaad alles met die pensioenwet te maken. Dus uh, ja, nou goed. En, en dat is ook waar wij, als wij gaan terugblikken, en dat gaan we nu doen, ja. het als eerste over gaan hebben. Want uh, ja, die pensioenwet, en dan leid ik hem heel even kort in uh, voordat jij mm -hmm. helemaal los mag, <laughs> Ab. Uh, die pensioenwet, die is, zoals je aangaf, al heel lang in de maak. Ja, je vraagt je af, als je dan dat ziet. En zoiets is dan eventueel al 15 jaar geleden, eh, zeg maar, besloten. Mm -hmm. Wat laat je dan voor het karretje spannen? zeg? als je, ondanks die, die, al die bezwaren, toch akkoord gaat. Maar wat mij het meeste is opgevallen bij de behandeling van die pensioenwet. Ik ben 41, dus voor mij is het nog ja, mm. niet helemaal ver van mijn bed. Jo, maar ik, ik heb eigenlijk vijf jaar geleden voor mezelf het besluit genomen. Ik hou er geen rekening mee, dus mm -hmm. ik heb gewoon voor mezelf gezegd: Ik moet alles zelf opbouwen. Ik hou nul rekening ja, ja, mee. pensioen, de AOW. Hou ik hou geen rekening mee. Mm. Als het, als er ooit iets komt, nou meegenomen. Ja, meegenomen. Maar nul rekening mee en, en dat het is dus ook de urgentie mm -hmm. voor mij om te denken. Oké, okay, ik moet investeren. Waarom? Nou, niet voor nu, voor later. Mm -hmm. um, maar wat mij het meeste is opgevallen is: dit is door de eerste kamer gegaan en daarvoor hebben ze zelfs een een, uh, een extra vergaderdag uh, hebben ze ingepland. Eigenlijk zou, uh, zou uh, hier helemaal niet over worden gestemd. Maar na de provinciale statenverkiezingen kwam men er blijkbaar toch achter dat de kans groot zou zijn dat in de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer het wellicht niet ging lukken. Dus hebben ze gewoon om en de pandemiewet en de pensioenwet erdoor uh, te krijgen, hebben ze wat extra vergaderdagen. Uh, hebben ze uh, belegd. Ja, de, en dan mijn eerste vraag aan jou zou zijn... wat nu als het de nieuwe Eerste Kamer was geweest... die hierover had moeten stemmen? Wat was er dan gebeurd? Ja, wat het, denk jij? Als ik naar de samenstelling kijk van die nieuwe Eerste Kamer... dan achter ik de kans uh, na nou, 80% dat de wet er niet doorheen was gekomen. En er is wat geschoven met zetels. Dus het is, nou, ik denk dat als je me dat uh, twee weken geleden had gevraagd... En ik had de samenstelling bekeken, dan had ik het uh, misschien wel op 100% zekerheid geacht. Het is wat twijfelachtig geworden, maar ik denk dat de kans erg groot is dat de nieuwe Eerste Kamer daar niet mee akkoord was gegaan. Ja, en dan, ja, dan is natuurlijk de paniek compleet, want al die voorbereidingen zijn al getroffen, of worden nu getroffen ook bij die verzekeraars en die pensioenuitvoerders en, enzovoort, enzovoort. Hè. Het is een compleet circus. Want vergeet niet, we praten over 1500 miljard. En 1500 miljard is natuurlijk een snoepwinkel. Een snoepwinkel van geld. Waarin, waar mensen over beslissen die geen verstand hebben van financiën. Dat is echt bizar. Je noemde dat ook in het andere onderwerp net. Worden bestuurd en regeerd door mensen die geen verstand hebben van, van zaken. In dit geval geen verstand van, van geld. Ja, dat is natuurlijk schokkend. En, en uit, uit onderzoek van Acties, geloof ik, las ik gisteren dat 80% van de. Dat is een brancheorganisatie uh, voor, voor de zorgsector. zijn 400 zorg aansloot. 80%, en dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. 80% van de mensen uh, uh, hebben helemaal nog geen plan gemaakt voor hun pensioen. En, en, en 50% van de mensen praat nooit over pensioen of de oude dag hè, of later. Laten we het later noemen. Hè. Als je 41 bent of 30 bent, 50 bent, dan is later ooit als je pensioen gaat. Er is dus helemaal geen belangstelling voor. Mensen vinden het te complex, mensen haken snel af. Dus alle Commotie, die er is, is natuurlijk nog steeds een beperkte groep. Hè? Deze advertentie die ik naast me heb liggen, die kwam een paar dagen, die kwam de zaterdag voor, voor, de, voor de beslissing van de Eerste Kamer kwam die uit. Nou, er zijn een stuk of 17 organisaties die daar de advertentie hebben geplaatst. Nou, er wordt keurig netjes uitgelegd wat er, uh, wat er aan de hand was met het, wat er aan de hand is met het pensioen, waarom er een nieuw stelsel moet komen, hoe feitelijk gegeven moment het stelsel wordt. Ja, hoe eigenlijk uh, de solidariteit uit ons stelsel weg is. Hoe, uh, hoe de, uh, we, we kunnen in het nieuwe stelsel ook geen bezwaar meer maken. Dat uh, is een, een punt. En wat je feitelijk de conclusie moet trekken. is dat het, die 1500 miljard. Ja, die gaat over naar de commissie. Eigenlijk komt het daarop neer. Dus het gemeenschappelijke een vorm van een bepaalde zekerheid is weg. Iedereen krijgt straks zijn eigen pensioenpotje. En deze advertentie, deze 17 organisaties, die vertegenwoordigen samen 1 miljoen mensen, 1 miljoen 50.000 leden en sympathisanten. Maar daar wordt helemaal niet op gereageerd. Kijk, die advertentie heeft in alle dagbladen gestaan. Maar de Eerste Kamer trekt zich daar helemaal niks van aan. Men gaat gewoon koet-koet door. Want de belangen zijn gewoon te groot. Daar komt het feitelijk op neer. Ja, ja en dan dan misschien toch even inhoudelijk ook over die pensioen. Want ja, dit, dit gaat voor iedereen die nu pensioen geniet... voor al die mensen, voor 10 miljoen mensen... Uh, gaat dit gevolgen hebben. Ja. Wat zijn die gevolgen? Nou, je Als je een inschatting zou hebben. Ja, nou, we hebben even voor de, de beeldvorming... we hebben dus even een pot van 1500 miljard... Nou, dat, is, dat is redelijk bekend, die pot. Hè. Dat geld staat eigenlijk allemaal bij grote vermogensbeheerders, Met name grote vermogensbeheerders in Amerika, de BlackRock's en de Vanguards en noem maar op. Um, en er zijn 10 miljoen pensioendeelnemers. En die moet je even splitsen in 6,5 miljoen mensen die werken. Ja, die dus 25% van hun inkomen betalen aan pensioenpremies. En ongeveer 3,5 miljoen gepensioneerden. Um, dat is de verdeling. En die 10 miljoen uh, pensioendeelnemers hebben, uh, uh, hebben in totaal 20 miljoen contracten. Hè. Ik bedoel, kijk even naar mezelf. Ik heb ooit nog een pensioen opgebouwd bij uh, defensie en een pensioen opgebouwd uh, bij Nationaal Nederland al zes jaar. Dus ik heb twee pensioenen, dus ik voldoe aan het gemiddelde. Nou, die pot die moet nu gaan verdeeld worden. Die 1500 miljard die moet gaan verdeeld gaan worden en iedereen krijgt een individueel potje. Maar daar gaat eigenlijk al fout. Dat individuele potje wat je krijgt moet dus uit die 1500 miljard gedistilleerd worden. En dat blijkt uit allerlei onderzoeken. Blijkt dat dat zoveel mankracht en zoveel tijd kost. Dat met heel veel geld, met wordt gesproken over 160 miljard, wat dat gaat kosten, om al die. Pensioenen te gaan berekenen, die soms vroeger op flopjes werden genoteerd, euh, op diskets werden genoteerd. Er zijn pensioenen bij die al 40, 50 jaar oud zijn of langer. Dus men geeft aan, dat kan dus gewoon niet. Dus je kan met heel veel moeite en ontzettend veel geld kan je die pensioenen toekennen, maar maar 50% kan je in beeld brengen. Dus men begint niet eens aan die operatie. Dus die operatie is onuitvoerbaar. En als ze dat toch doen, dan gaan ze dat doen. Dan krijg je straks dus ooit een keer een brief van je pensioenfonds en zeggen ze: Dit is je pensioenpotje. Maar je weet, je kan, ik denk dat, je, dat 96% van die brieven of die mails die je krijgt, die berekeningen kloppen niet. En ga er maar vanuit dat de meeste van die berekeningen te laag zullen zijn. Maar je kan het niet controleren. En je hebt ook geen individueel bezwaarrecht. Maar op het moment dat je dat pensioenpotje hebt, dan heb je dus een eigen potje dat feitelijk gewoon belegd wordt. Dat wordt door anderen belegd. Dus dat betekent heel simpel, en dat kennen we nu niet, is dat als de beurs, pak even de jaren 30, ging de beurs in drie jaar tijd. 90% onderuit. Stel nu, dat bizarre scenario doet zich de komende jaren weer voor. Dan heb je een situatie dat iemand die nu, ik noem wat 1000 euro pensioen heeft, na zijn AOW, die in de jaren 30 situatie komt, de grote depressie, dan gaat hij van 1000 euro naast de AOW naar 100 euro. Dat is dus niet uit te sluiten. Die kans is klein, dat weet ik. Maar als we kijken naar het monetaire systemen, jij je het vaak in je uitzending over hebt, is die kans is toch aanwezig. Nou, die, 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 dat, dat risico is gewoon veel te groot. Dus het is niet uitvoerbaar en het is buitengewoon riskant. Maar die keuze is gemaakt. En voor mensen die denken dat ze volgende week of over een maand... of over een paar maanden een brief krijgen van, de, van het pensioenfonds... nee, daar wordt jaren aan gewerkt. Dus dit gaat jaren duren. Zeker vier, vijf, zes jaar gaat dit duren. Maar uiteindelijk komt die brief ja, en heb je je eigen potje. Daar komt het op neer. Dat ja. gaat gebeuren. Nou... Samenvattend, je krijgt dus een brief waarin een berekening wordt gemaakt waar je geen inzicht in hebt, nee. waartegen je niet in bezwaar kunt gaan. Klopt. Partner. En waarvan uiteindelijk een bedrag wordt belegd in fondsen waar je geen invloed op hebt, die ook nog onderhevig zijn aan uh, koerscorrecties van de beurs. Aan de vooravond van nou, een monetair systeem dat. Niet meer door kan gaan zoals het nu gaat. Het is het allerslechtste moment. Als dit was gebeurd in 2009 <laughs> ja. of 2010, na de kredietcrisis. Ja. dat was. Nou, ik bedoel, ik ben niet. Die, die nieuwe pensioenwet heeft wel een aantal aspecten die op zich. Die is niet allemaal zwart. Het is niet ook allemaal zwart-wit. Er zitten best een aantal aspecten in die best, best redelijk zijn. Maar als je een momentum had moeten kiezen. voor de invoering van die nieuwe pensioenwet. was 2010 fantastisch geweest. Stond, was de beurs onderuit. Had je fantastische gemaakt, rendement gemaakt. tot en met 2022, 2021. Ja. Maar nu, aan de vooravond van een van de grootste depressies. na de jaren 30. misschien nog wel groter dan de jaren 30. ga je een pensioenstelsel invoeren. Wat betekent voor iedereen. ja. Onverantwoord grote risico's. Dit is het meest slechte moment om dit te gaan invoeren, maar ze gaan het wel doen. Ja, ja, um, ja. We hebben een hoop kijkers die hier dus ook echt bezorgd over zijn. Uh, ja, wat, wat betekent dit voor hen, een periode van grote onzekerheid uh, en nauwkeuzes? Dus ik zie al bijvoorbeeld: uh, er is een nieuwe, een, een nieuwe stichting die, met, uh, die een pensioenclaim indient. Het gaat over indexatie. Ik heb gelezen dat pensioen doen heet dat geloof ik. Maar er zijn meer organisaties die ermee bezig zijn. Ik ben ook onderzoek, onder, onderzoek aan doen of het echt haalbaar is om een pensioenclaim te starten. Maar ik heb veel ervaring met grote massaclaims, dus je moet dat heel goed voorbereiden. Maar het feit dat zo'n vrij jonge stichting al 100.000 inschrijvingen heeft, betekent dat het toch leeft. Ik weet dat een grote groep in Nederland is helemaal niet mee bezig. Maar als 20% wel ermee bezig is, praat je in één keer over 2 miljoen mensen. Ja? Dus dan is het toch, is toch veel. Dus er gaat op dat vlak heel veel gebeuren. Alleen ik vrees dat de kans groot dat het juridisch bijna onhaalbaar is. Vergeet niet, de pensioensector heeft oneindig diepe zakken. Als je 1500 miljard hebt, kan je nog wat advocaten betalen, hè? toch? Ja, dat bedoel ik. Ja, like dus als je het naar geld afmeet, is het, is het niet te winnen. En is de, is de politieke druk ook op de rechtelijke macht zo groot? Dat er geen rechter het aandurft om deze pensioenwet op een gegeven moment alsnog te cancelen. Dat durft niemand aan. De chaos wordt nog groter. Dus er moet een andere oplossing komen. Dat is een van de laatste volgens mij opmerkingen, vragen... die jij straks nog gaat stellen. Mm. Maar dit is wel een heel bizarre situatie waarin we terecht zijn gekomen. Het is nooit voorgekomen dat zoveel geld nu transformeert naar een nieuw stelsel. En ik hoor vaak ook, ook politici zeggen die tegen de wet hebben gestemd. Dat is op zich goed. En die praten vaak over dat de huidige pensioenwet zo goed is, hè, onze huidige pensioenrekening zo goed is. Ja en nee, er is veel meer zekerheid voor een deel. Maar op het moment dat je gewoon gaat kijken dat 1500 miljard aan pensioengeld niet terug te herleiden is naar ieders deel. Hè, want je hebt toch elk jaar krijg een soort uniform pensioenoverzicht, dat is ja. ook een fake verhaal. Dus het pensioenstelsel is administratief failliet. Ooit heeft het financieel dagblad daar jaren geleden een aantal artikelen over geschreven, dat de administratie van pensioenfondsen, met name de pensioenuitvoerders, volledig failliet is. En zelfs de pensioenfederatie... dat is de overkoepelende orgaan van die 200 pensioenfondsen... heeft een rapport geschreven... waarin aangegeven staat dat de datakwaliteit rampzalig is. Dus het oude stelsel had of heeft al een rampzalige datakwaliteit. En nu gaan we iets wat, wat feitelijk een chaos... qua data en administratie en verwerking... gaan we invoeren in een nieuw stelsel. Dus dit, is, ja, dit geeft garantie op, op maximale weerstand. Ja. Dus ja, het is de grote vraag wat er gaat gebeuren... Maar het is aangenomen, die wet, dus we moeten er ook vanuit gaan dat die wet, die wordt de komende jaren uitgevoerd. En ja. dat zou mooi wezen als we ervan uitgaan dat die wet aangenomen wordt... en kunnen we daar nog wat in sturen. Dat zou mooi zijn. Ja, ja want ik denk dat het wel goed is om... Ja, het, het is vervelend wat er is gebeurd. Uiteindelijk, uh, ja, het is wel een gegeven. Dus vanaf dit moment is het misschien ook goed om daar zelf en meteen op te reageren. En wellicht te anticiperen op, op uh, ja, een aantal scenario's. En dat uitzicht dan in de vraag... is er nog hoop? <laughs> ja, er is wel hoop. Uh, dat heeft, kijk, die 33 maanden dat ik nu onderzoek doen, doe, heb gedaan... naar de hele pensioenwereld... Nou, ik, bedoel, ik kom vanuit de, de, de Woekepolis-periode... Uh, zit ik nog steeds in als voorzitter van de vereniging Woekepolis. Dus ik heb... Ja, met, met een grote claim te maken, waar uiteindelijk ook 4 miljoen Nederlanders een keuze hebben gemaakt om ooit een beleggingsverzekering te starten, nou, die procedures lopen. September komt de belangrijke uitspraak. Dit is wel deels vergelijkbaar. Ik heb ook in, in de andere krant heb ik een, een, artikel, heeft een artikel gestaan na een van een interview met mij. Dat ik ook zie dat in die hele pensioenwereld uh, rond de 40% van de premies gewoon opgaat aan kosten. N niet transparante, niet traceerbare kosten. Dat is echt extreem. Uh, maar dat gegeven kan je niet meer terugdraaien. En wat nu belangrijk is. dat is denk ik vooral dat mensen die nu pensioen genieten. en, en pensioen opbouwen. dat die sowieso geïndexeerd worden. Want er is veertien jaar niet geïndexeerd. terwijl de pensioenfondsen enorme winst hebben gemaakt. Daar moet iets mee gebeuren. En wat ook moet gebeuren. dat is even de basis. Kijk, hoe werkt nu een pensioenregeling? Op het moment dat je bij een werkgever zit. heb je te maken met de salarisadministratie. En die systemen zijn gekoppeld aan. Uh, uh, pensioenadministraties. En er zijn in Nederland heel veel pensioenuitvoerders... die werken met hetzelfde soort pensioenadministratiesysteem. En dat hele bouwwerk is failliet. En er is in die 33 maanden heb ik gezien... dat er is een organisatie, is een coöperatie... die heeft eigenlijk een oplossing... voor een goede salarisadministratie... die gekoppeld wordt aan pensioenadministraties. En zij, op basis van de cijfers die ik heb gezien... kunnen zij met 25% minder kosten toe... om het hele pensioenbouwwerk goed op te bouwen. Vanaf scratch af aan. Nou, dat zou mooi wezen als dat stelsel nu omarmd zou worden. Dat de mensen die daarmee bezig zijn al 15 jaar de kans krijgen om het ook uit te rollen. Er zijn ook contacten tussen deze organisatie en de pensioenfederatie. En dat is even wat ik de komende weken en maanden wil gaan doen. Kijken of we datgene wat al gebouwd is, wat er staat, een soort conceptkaart, die staat er al. Om daar te kijken of we met al die partijen waar ik nu eigenlijk vijandig tegenover sta, toch een oplossing kunnen bedenken dat het... Soepel verloopt, dat we in één keer een goed systeem opzetten en dat we 25 tot 30 procent van de kosten kunnen reduceren. Want dat betekent gigantisch veel. Als jij nu pensioenpremie betaalt en ik zeg tegen jou, Bart, jij werkt nu bij een, x bedrijf, bij een bepaald bedrijf en jouw pensioenpremie die je iedere maand betaalt, 25 procent van je inkomen, dan kunnen we 30 procent afhalen en dan bouw je dezelfde pensioen op. En voor de gepensioneerden zou je kunnen zeggen: luister eens, u krijgt 30 procent meer pensioen. Want de kosten kunnen naar beneden. Ja. Dus als er nu iemand in Nederland is, een kracht in Nederland is, of krachten in Nederland zijn, misschien degene die dit hebben bedacht, hè, de sociale partners, als die dit systeem zou kunnen omarmen, dan kan het toch nog ergens goed komen. En dan moeten er nog een aantal andere dingen ook aangesloten worden. Maar ik denk dat die ruimte er is om in die nieuwe pensioenwet toch nog te gaan sleutelen. Want die keuze is gemaakt. Nogmaals, ik bereid me ook voor op een pensioenclaim. Maar ik stop op dit moment meer energie om te kijken, die wet is er en wat kunnen we doen? Het is een gegeven. Ja. Wat kunnen we aan dat gegeven doen? En als stok achter de deur. En de Chinezen halen altijd. Hè, je werkt met een, met een stok en een rijskorrel. Nou, die rijskorrel is die oplossing. En die stok wil ik best achter de deur houden. Of ik sluip aan bij een andere claimorganisatie. Dat weet ik niet wat ik doe. Maar ik wil me met name niet focussen op de claim. Dat wil ik wel onderzoeken. Ik wil me vooral focussen op de komende maanden. op de oplossing. En ik heb al die partijen gesproken. Dus ik denk dat. Als ik een beetje de ruimte krijg, misschien wel een klein steentje kan bijdragen aan de oplossing. Nou, dus er is misschien nog hoop. Nou, dat is denk ik een hele goede manier om in ieder geval dit onderwerp af te sluiten. Want we hebben nog een onderwerp. En ja, dat gaat over de economische situatie in Nederland. Maar misschien wel belangrijker. En je had het er zojuist al even over, namelijk. Duitsland. Duitsland zit in een recessie. Ja. ja, dat is iets. Een recessie is twee kwartalen negatieve groei of economische krimp. En wat, altijd, wat ik altijd zo grappig vind, is een recessie. Die kun je dus pas vaststellen, als je er al een half jaar in zit. <laughs> ja. um, nou ja, Duitsland is, is, zit niet alleen in een recessie. Uh, jij bent er net, net geweest, je ja. hebt een aantal Duitsers ook gesproken. Um, maar ook de Nederlandse economie is onverwacht, hè, zo wordt het dan altijd genoemd, onverwacht. 0,7% gekrompen in het eerste kwartaal. Nou ja, ja en, en wat is er dan aan de hand? Uh, zal wellicht de kijker zich afvragen... hoe, hoe kan dat nou ineens? Want uh, we hebben nog geen maand geleden, geloof ik... Uh, Klaas Knot uh, bij Buitenhof horen zeggen... dat we uh, waarschijnlijk niet in een recessie terechtkomen... en misschien mogelijk uh, met wat minder groei uh, wel toe konden. Klaas, blijkt... Klaas Knot zit er wel vaak naast, Bart. Wow. Uh, ja, ik... nou ja, kijk... Ik, heel af en toe dan kijk ik wel eens... ik, heb, ik kijk geen tv... Mm. Ik heb geen tv-abonnement. dus ik, ik, kijk, ik kijk al twaalf jaar geen tv. Ik kan het iedereen aanraden: geen tv. Je zegt je abonnement op, want ja, je, wordt er gewoon, je, je wordt er niet vrolijk van. Je leert er niets van. En alle informatie die je wilt hebben, die kun je ter terugvinden op, op het internet. En heel af en toe kijk ik dan, zie ik dan wel zo'n fragment van Buitenhof terug uh, op, uh, op Twitter of zo. En dan kijk ik er dan even naar en dan denk ik, jongen, jongen, jongen. Uh, hoe, hoe, hoeveel mensen zouden daar nog intrappen? Nou weet ik dat Buitenhof, daar wordt best goed naar gekeken. Dus ik denk dat er nog steeds heel veel mensen zich laten verleiden... om misschien ook in een soort van positiviteit terecht te komen. Maar zonder, kijk ik ben ook heel positief, maar wel... Gegrond, mm. gefundeerd positief. Mm. En heel veel mensen willen misschien ook ongefundeerd maar positief door het leven gaan met de hoop van, nou ja, laten we maar hopen dat het goed komt, zonder dat ik daar ook daadwerkelijk zelf aan moet bijdragen. En dat vind ik wel altijd heel erg vervelend, om dan vervolgens te moeten constateren dat, nou, de ECB en bij monden van de Nederlandse Bank natuurlijk uh, Klaas Knot mm. heeft aangegeven. Die, uh, die, die uh, inflatie, ja, die moet omhoog. Twee, drie jaar geleden. Die moet omhoog, want uh, de inflatie is te laag. Dan vervolgens komt die inflatie omhoog en dan zegt hij: Ja, dit is goed. Het is goed dat die inflatie eindelijk een beetje oploopt. Nou, dan loopt die inflatie nog veel, veel verder op. Zegt hij: Ja, nou, dit is niet goed, maar. We zijn er straks weer vanaf. Over een half jaar zijn we er weer vanaf. Nou, dan duurt het en loopt het nog verder op, en dan duurt het langer. En dan zegt hij: ja, Dit is eigenlijk niet goed en we moeten er wat aan gaan doen. Altijd achter de feiten aanlopen. Altijd, Altijd achter die feiten aanlopen. Nu ook, dus weer aangevend: Wij zullen die recessie hoogstwaarschijnlijk ontlopen. En wat blijkt? Nou, Duitsland zit er al in. En Nederland, ja, die kan bijna niet anders dan volgen, Ab. Lijkt mij, hoor. Ik bedoel, als wij nu al een Q1 0,7% krimp, dat is nogal wat. Dat lijkt misschien niet veel, maar dat is nogal wat. Plus, plus het feit, Bart, dat ik ook uh, las vorig weekend... dat ook de Nederlandse inflatie oploopt, hoger is... Absoluut. ...als het Europees gemiddelde. Ja. Dus we zien, en dat vond ik wel verpand... ik heb er zelfs niet over getweet... dat ik nu zie dat de twee landen, de twee grootste nettobetalers... In Europa, Duitsland en Nederland. Hè, de beste jongetjes van de klas, ik denk beide landen wel. Beide ne landen netto betalen. Dus wij gaat meer geld naar Brussel dan wij terugkrijgen. En dat beide landen nu in de knijp komen. Duitsland met zijn recessie. Twee kwartalen. Nederland. Nederland met een hogere inflatie, oplopende inflatie als het Europees gemiddelde. Dat vind ik ook wel verbazingwekkend. Dat we, Net of we nu eigenlijk voor onze kiezen krijgen dat we te veel betalen en te loyaal zijn geweest aan, aan Brussel en aan ECB. Dat is even mijn hele simpele conclusie. Ja, nou ja, ik. ik dat is, nou ja, het is. Voor mij is niet verrassend. Nee, voor mij ook niet. Maar... Um, tegelijkertijd, het is wel belangrijk om dit ook. Nou, in ieder geval naar, naar iedereen die dit hoort en die dit ziet, toe nog even, even wellicht te verklaren. Nou, we, we hebben dus die, die centrale bank. We hebben die, die uh, monetaire unie. We zijn als Nederland en Duitsland inderdaad de twee grootste netto-betalers aan, aan ja, het instand houden van die monetaire unie. En we krijgen het nu keihard voor de kiezen. Nou, dat is niet vreemd met het beleid wat wordt gevoerd. En, en ik ja. Ik denk ook dat het voorlopig nog niet voorbij is. En dat is, dat is misschien nog wel het meest vervelende aan deze situatie. Want nou ja, wat gebeurt er op het moment dat je die, die rente op laat lopen? Omdat je zelf heel veel fouten hebt gemaakt. Hè? Ik bedoel, het is, jij en ik hebben hier geen. geen uh, hebben part nog deel aan, aan wat er nu aan de hand is. Net zoals iedereen die, die dit hoort en, en ziet. Wij kunnen hier niets aan doen. Ja, we, zitten ernaar, we zitten erbij en kijken ernaar. We zitten erbij, kijken ernaar en moeten uh, leven met de gevolgen van het beleid van die monetaire autoriteit en natuurlijk die wetgever. En wat ik zie gebeuren, wat ik eigenlijk waar ik de eerste indicatoren eigenlijk al van zie, is dat wij doordat die inflatie hoog blijft. En omdat we nu de rente aan het verhogen zijn, waardoor de schulden, de, de, het betalen van het aflossen van schulden heel moeilijk wordt. Nou, veel bedrijven werken bijvoorbeeld met kredieten. Die uh, uh, kredieten financieren wordt steeds lastiger. Wat zie je om je heen hier en daar al gebeuren? Ik zie het ook in mijn omgeving dat mensen hun baan kwijtraken. Ja. Ja, en wat gebeurt dan? Dan heb je dus dan heb je een krimpende economie, hoge inflatie, en dan zit je in een situatie van stagflatie. Ja, stagflatie is echt een dodelijke economische cocktail, waar je ontzettend moeilijk maar uit kan komen. En ja, daar, je ziet dat nu al gebeuren. Ik heb er twee jaar geleden al voor gewaarschuwd van: nou, als die factoren bij elkaar komen, dan kom je in stagflatie terecht. Nu lijken we daarin te rollen. En uh, ja, daaruit komen, dat wordt heel lastig. Want de ECB heeft ook aangekondigd van ja, wij kunnen die, die rente nog niet verlagen. We kunnen nog geen pauzes in, uh, in, uh, inzetten, want de inflatie is te hoog. Ja, ja, die inflatie is inderdaad veel te hoog. Heb je zelf gecreëerd? Heb je zelf veroorzaakt die hoge inflatie? En, en wat er dan, ja, wat zo vervelend is aan stagflatie, is dat het... Uh, vooral de armste mensen. En, en de onderlaag van de of de, mens, de, 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 het onderste deel van de middenklasse en de mensen die het minst hebben, die worden daardoor keihard geraakt. Dus ja, wat zie je dan in de toekomst gebeuren? Nog meer mensen die bij de voedselbank terechtkomen. Uh, Nog meer mensen die hun energierekening niet kunnen betalen. Nog meer mensen die in de schuldhulpverlening terechtkomen. Nog meer ondernemers die faillissement moeten aanvragen. Nog meer mensen die inderdaad een faillissement moeten aanvragen. En dat aanvragen. betekent ondernemers die faillissement aanvragen, betekent ook voor het personeel richting UWV. En ja. die, die cycli zijn we in. Ja, en, en daar zitten we dus in. Al zijn de. de Economische motor van een heel monetair blok. Ja, wat zegt dat dan straks als dat hier en in Duitsland zich gaat uiten? Wat zegt dat in de nabije toekomst voor de rest van dit economische blok? Ja, dat, dat. En ja, ja het dat... antwoord is duidelijk, Bart. Ja, het lijkt lijkt me ook. En en dan dan zou ik toch. Ik heb het. Ik heb het toevallig vorige week gezegd ook in een uitzending van Goudkorts. Ja, ik snap dat er ook heel veel mensen, steeds meer mensen, helaas, hm. um, misschien helemaal geen geen uh, geen potje over hebben Niks om hebben te investeren. Ze hebben reserve. geen reserve meer. En dan zeg ik ook, ja, ik. Als je dat potje wel hebt, investeer. Um, heb je dat potje niet, maar heb je wel. Wat over. Kijk dan bijvoorbeeld naar als je nu weet: de afgelopen zes maanden is je, zijn je boodschappen 15% duurder geworden. De kans is groot dat ze over zes maanden weer 15% duurder zijn. Haal maar wat extra eten in huis, zodat je niet. Over zes maanden geconfronteerd wordt mm. met weer 15% hogere mm. kosten voor je boodschappen. Mm. Ja, en uh, dat, is, dat is toch een, uh, een hele vervelende situatie. Ik zou ook iedereen uh, willen aanraden: kijk even wat stagflatie is en wat dat beties, uh, precies betekent. En wat dat ook in die jaren. Ja, de laatste keer dat dat gebeurde was in de jaren 70 en 80. Toen, euh, nou, hè, toen de laatste koppeling met, de, met, met goud door euh, de dollar euh, werd losgelaten, de Nixon-shock. Ja, het is echt een hele vervelende situatie waar je in terecht kan komen. Dus ja, ik, ik weet niet of. of euh, en en dat, daar wil ik toch wel, dat wil ik nog wel even vragen aan jou. DNB zegt ook nu weer. Ja, de kans is nu toch eigenlijk wel een dat ook Nederland in een recessie terechtkomt. Met andere woorden, bijna gegarandeerd dat ja. we er al in zitten. Maar wat zeggen ze dan nu? Woord kort en mild. Ja, en dan wat, uh, wat, wat zie jij aankomen? Nou ja, als, ik, als ik alle. Ik, nogmaals, ik ben geen econoom, maar ik heb uh, wel voldoende ervaring met zulke soort periodes in mijn leven. Ik heb vaak ook veel gelezen over uh, zulke soort periodes in de geschiedenis. Uh, dit wordt een hele lange zaak. Daar kom je ook niet meer uit. Ik hoorde gisteren in de auto dat volgens mij de het IMF ook uh, zich zorgen maakt over de Amerikaanse economie. En verwacht uiteindelijk dat de vet Amerikaanse centrale bank ook de rentes nog meer moet gaan verhogen. Dus dat geldt hier voor Nederland ook en voor Duitsland ook. Ik, bedoel, ik, ik was nogmaals in Duitsland, dat zei ik dat zei je ook net... En, heb ik, en ik, ben altijd, ik, ik praat al graag en dan praat ik met Duitse ondernemers. Ik had een, een, liet ons, uh, de twee avonden lieten we ons met een taxi wegbrengen naar, naar Winterberg. Maakt niet uit wat. Dan praat ik met die taxichauffeur. Met de hotelier heb ik gesproken. Ik heb nog een Duitse uh, mevrouw gesproken. En hoe gaat het daar? Hoe is het leven? En dan, dan koppelen ze dat naar je terug. Hè? En dan, 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 ik, want ik zie dat de boodschappen in Duitsland beduid goedkoper zijn... Uh, het leven is over het algemeen in Duitsland ook goedkoper. Uh, Autorijden is goedkoper bijvoorbeeld. Maar dan hoor ik ze alle drie toch uh, zich buitengewoon veel zorgen maken over de energierekening. Uh, en dat heeft alles te maken weer met het beleid in Duitsland: het klimaatbeleid, waar de kerncentrales zijn stilgelegd. En die energierekeningen worden onbetaalbaar. Ze gaven dat ook aan met voorbeelden. Dat zien ze in hun eigen bedrijf, dat het bijna onbetaalbaar wordt. Maar ze hoort ook in de omgeving. Dus zij geven aan dat ook veel Duitse bedrijven moeite hebben om te overleven. Dat is niet vanuit cijfers. Nee, dat is vanuit mensen die daar, die daar heel hun leven al wonen en geboren zijn. Die signalen moet je optellen bij he, die. die Nuchtere cijfers van die Duitse recessie over die twee kwartalen. Nou, als je dat bij elkaar voegt, hè, dus de gesprekken met mensen zelf van vlees en bloed, met die cijfers, ja, dan is het een buitengewoon zorgelijke periode waar we voorlopig nog lang niet uit zijn. Ja, en alles wat er nog bij komt, op dit moment ook aan de, de oorlog in de Oekraïne, gaan we het nu niet over hebben. Ik las vanmorgen een artikel dat de wederopbouw van de Oekraïne gaat 383 miljard euro kosten. Alsjeblieft, dankjewel. Wie gaat dat betalen? Ik weet het al. Maar goed, ik ga het niet stellen, ik ga het niet verklappen. Maar. Dat zal iemand moeten gaan betalen, en dat gaan diegenen betalen die geld hebben. Dus dan moet je naar landen kijken, dan moet je naar personen kijken, naar bedrijven kijken. Dus we lopen gewoon leeg, we worden gewoon leeggezogen, leeggetrokken. En uiteindelijk zien we gewoon dat de economie ja, compleet stil komt te vallen. En ik blijf, ik blijf het zeggen, we krijgen te maken met veel meer en werkeloosheid. Kunnen we nu niet bedenken, nou, als je hebt terrasje te vol, dat tweeke restaurants zitten vol, allemaal waar, en toch dit zijn de dit zijn de signalen die je ziet. Ja, zorgelijk, meer dan zorgelijk. Ja. Nou ja, ja ik, ik ben. Uh, in de afgelopen jaren ben ik eigenlijk als DNB, of als de ECB, of als de Federal Reserve iets zegt. dan is mijn, mijn instinctieve reactie precies het tegenovergestelde. Dat doe ik ook. Dus dan denk ik gewoon. Standaard. Van, bij mij ook. Als jullie zeggen: inflatie is Links. nodig, dan, is het, ah, dan, dan gaat het oplopen, maar dan is het heel erg schadelijk. Ja. Als jullie zeggen de rente gaat omhoog, nou, dan kan dat heel even misschien volgehouden worden. Maar dan komt er vanzelf een moment dat ja. jullie. Uh, Echt, ze bezwijken direct de ruggengraat van Rubber. Nee. Uh, dus ze, kunnen ook geen, ze houden ook geen voet bij stuk. Uh, ja en, en dan kom je eigenlijk weer helemaal terug bij die eerste vraag van Nanda. Want die uh, mm. ja, is het nou gewoon incompetentie? Is het bewust? Is het een combinatie van incompetentie en, en bewust op, op zoek gaan naar bijna het faillissement van. Ja, ja, je wilt niet zeggen, maar de wereld zou je bijna kunnen denken. Of een herstructurering. Een, ja, ja, de, de Great Reset. Ja, die, ja, die is aan de gang, Bart. Dat klopt. Dat, dus alle signalen zijn helder. Het, het is geen verrassing meer. Kijk, even een heel klein brugje naar de CBDC. Ik bedoel, steeds meer mensen hoorden nu van die, die nieuwe digitale munt die eraan zit te komen. In Europa, maar ook in Rusland, ook in Amerika, overal. Die is alleen maar met als reden dat ons monetaire stelsel is failliet, is kapot. Ons geldstelsel is kapot. Dus dat moet gereset worden. En iets wat kapot is, kan je alleen maar vanaf scratch aan opbouwen. En daarom komt er ook een digitale munt... die voor een deel gaat zorgen, ook voor een reset van het systeem. Ja. Het kan niet anders. Iedereen weet dat. En dan vind ik, dat vind ik het meest uh, laffe van het hele gebeuren. Wees eerlijk naar de bevolking. Wees als politici, als, 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 als instituten... wees eerlijk naar de mensen. Vertel hoe het zit. Ik bedoel... Mensen zijn niet uit op de val van iemand. Men wil gewoon een normaal leven leiden. Ja, men wil weten waar ze aan toe zijn. En zelfs een patiënt bij een dokter... die houdt er niet van, anno 2023, om, om de tuin geleid te worden. Vertel gewoon wat de situatie is. En, en geef desnoods alternatieven aan of mogelijkheden aan. Ja, maar dat wordt niet. We worden continu door de buitenhofs en, en de meeste media... worden we continu op het verkeerde been gezet. Ja. En dat is, dat is schokkend. En ik weet dat een klein percentage in Nederland wakker is. Dat groeit wel. Uh, de rest ziet er nog niet zitten. Maar je zal zien dat die groep steeds groter wordt. Want die mensen gaan aan de lijve ondervinden, in hun portemonnee ondervinden. wat er echt aan de hand is. En ja, dan roep ik altijd: be, 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 be prepared. Wees voorbereid op datgene wat komen gaat. Je gaf net al een voorbeeld met het, met het met inkopen van voedsel. Maar als je de mogelijkheid hebt, neem, uh, neem, je, uh, neem je verantwoording. en maak nu keuzes. Keuzes die fundamenteel zijn voor jou, voor je gezin, voor je bedrijf. Nu zijn nog dingen te regelen, maar je zal zien naarmate we verder in de tijd vorderen. dan, dan wordt die fuik steeds meer dichtgetrokken. Ja, er is geen, geen ontsnap aan. Nee. En we ja. kunnen dit ook niet voorkomen, hè? Jij niet, ik niet, niemand. Hè? Ook Klaas Not niet, ook Lagarde niet. Het is niet meer te voorkomen. Dit gaat ons overkomen. Nee. nee, het is inderdaad niet meer te voorkomen. Het enige wat je kan doen is voor jezelf. Ja. nu zorgen dat je aan, het, aan de andere kant er zo goed mogelijk uitkomt. Ja. Ja, nou ja, ik, ik denk... Ja, ik ben, ik, ja Ab, we zijn het vaak eens. We zijn het ook nu weer eens. Mm. En uh, ja, ik ben, uh, ik ben benieuwd natuurlijk ook naar wat jullie daarvan vinden. Dus ja, heb je hier uh, weer wat van geleerd? Laat ook even een reactie achter. Ook als het gaat om uh, de pensioenfondsen. Wat jij denkt dat er eventueel voor... Uh, wat, wat, wat voor impact die pensioenwet op jouw situatie gaat maken. Ja, Ab, ik weet niet of je misschien... Uh, want we hebben hem, uh, we hebben hem weer volgekregen. Aflevering nummer drie. Ja, is het ja. gelukt? Ja, het is mooi. weer gelukt. Mooi, Aflevering nummer vier. Ja, ja die, die gaan we volgende maand uh, natuurlijk weer opnemen. Um, ja, ik weet niet of je misschien nog een, uh, een boodschap wil meegeven aan, uh, aan de luisteraar of kijker. Nou, wat ik uh, mee wil geven is uh, wat we het begin van deze, deze podcast ook tegen elkaar zeiden. Probeer toch gewoon te genieten van de mooie dingen. We hebben mooi weer nu. Geniet ervan. Geniet van elkaar. Van je gezondheid. En, en wat ik ook vaak tegen mensen zeg die zich ze zorgen maken, en die spreek ik echt veel, probeer binnen de mogelijkheden die je hebt een aantal plannen, niet enkel plannen te maken, maar ze ook uit te werken. Binnen de mogelijkheden die je hebt. En voor de ene is dat meer, voor de andere is dat minder. Maar doe wat je kan doen en parkeer het dan. Meer kan je niet doen. Geniet van het leven, leef uit de dag. Maar ga niet bij de dag leven als je weet dat er iets aan de hand is en je doet niks. Want de grootste groep die spijt krijgt. Zijn mensen die nu wakker zijn, die het zien en niets hebben gedaan. En roep niet, ik ben niet vermogend. Daar gaat het niet om. Je ja. kan een aantal kleine zaken kan je regelen, voorbereiden. En als je dat hebt gedaan, dan moet je het ook loslaten. Het is de kunst van het loslaten. Wij kunnen de wereld niet verbeteren, niet veranderen. Maar je kan wel voor jezelf zorgen. Wat je net ook zei, dat is niet egocentrisch. Dat is bijna, ik zou bijna zeggen, goed rentmeesterschap. Je dient gewoon binnen je eigen omgeving dien je te zorgen dat je doet. Doe wat je moet doen. Dat is ja. denk ik belangrijk. Ook binnen je bedrijf. Maar ook als particulier. Ook als gepensioneerde. Doe wat je kan doen. En wacht niet af. Ja. Wees geen sitting duk. Leuk de dag. Ja, eens. Eens, inderdaad. Ik ben al 15 jaar bezig met... Uh, uh, nou ja. Uh, verschillende dingen voorbereiden, mm. zeg maar. en rekening houden met uh, allerlei scenario's. En toen ik daarmee begon, ja, ik ging duppie om uh, aan mijn kont te krabben. Mm. Dus uh, ja, en toch was ik daarmee bezig. Ja, en dan op een gegeven moment dan, dan merk je vanzelf dat binnen die, die mogelijkheden die je hebt, dat je inderdaad toch best wel wat voor elkaar kan krijgen. En, en ik ben het helemaal. kleine in... stapjes zijn soms wel belangrijk. De, 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 en, hè, een reis van uh, duizend kilometer begint met de eerste stap. Absoluut. Um, en en wat, ik, wat ik ook heel leuk vind dat je zegt... en daarom bevestig ik hem even... er zijn binnen je mogelijkheden dingen doen... om vervolgens te zeggen... als ik er geen invloed op kan uitoefenen... ga ik me er ook niet druk over maken. Ins Want het enige wat je kan doen... is je druk maken over je eigen situatie. Het is natuurlijk belangrijk om ergens een mening over te hebben... maar je moet dan niet denken van... Ik kan er niks aan doen, maar ik ga me daar wel de hele dag over zitten opvreten. En dus dat moet mm -hmm. je vooral niet doen. Dan Denk, kijk je ook geen tv uit, Bart. Oh, ja, en ik vind het zo fijn. Ik kan het echt iedereen aanraden. Tenminste. Zet die tv uit, zet je brein aan, ga ja. een boek lezen. Nou, er ligt hier een boek wat je eventueel kan lezen. Maar... Prachtboek. <laughs> dank je, echt, dank boek. je. Echt mooi. <laughs> um, goed, Ab. Wij, uh, wij kijken weer uit uh, naar uh, de volgende aflevering. Iedereen die heeft gekeken en ook heeft geluisterd op bijvoorbeeld Spotify... dank hiervoor. Uh, vergeet niet om eventueel even een, een duimpje aan te klikken... Uh, Wordt ook uh, lid van onze Spotify-kanaal. Overal waar je je kunt abonneren, doe dat even. Wat ik ook uh, in mijn eigen uh, in goudkorts vaak zeg: we hebben 26.000 abonnees. Als iedereen die nu geabonneerd is, één andere persoon vraagt om zich ook te abonneren. 1. dan krijgen deze boodschappen twee keer zoveel luisteraars en kijkers. En twee, dan is mijn persoonlijke ambitie van 50.000 abonnees in 2023... op het YouTube-kanaal ook bereikt. Dus doe dat even. Ab ontzettend bedankt. Bedankt iedereen voor het kijken en luisteren naar Brans en Flipsen. Blikken terug.